allemaal, wat fijn dat je er bent. Hier op het gamewoesbal, waar iedereen je kent. Stap met je voeten en je handen in je zij. Kee en Moes, ja dat zijn wij. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Hier op het gamewoesbal, waar iedereen je kent. Stap met je voeten, je handen in mijn vrij. Kee en Moes, ja dat zijn wij. We hebben het jeugdcarnaval deel gehad. Dat wil zeggen dat we aan het grote deel toekomen, noemen ze het. De grote carnaval. Dan denk ik toch dat ik er twee anderen bij ga halen. Want ik vind het toch wel een beetje spannend hier zo alleen. Mag ik naar voren? Prins Mark en Prins Bart. En dan zit mijn taak erop. En ik zou zeggen, heren en ook zeker publiek. Veel plezier met deze twee kanjers. Hey Conchita. Hallo allemaal. Hebben jullie er nog zin in? Tjongejonge, wat was het leuk hè, net met de jeugd. Jullie zijn al een beetje warm aan het draaien. Dus volgens mij komt het helemaal goed. En nou gaan we even door met het volgende programma. En ze heeft een speciaal liedje van K3. Mama C, Mama Sa. Mama zee! Prins Bart. Nog één. Ik ook zo, hè. Heel goed gedaan, heel goed gedaan. Dan gaan wij naar een onderscheiding. En dan wil ik naar voren hebben Daniel Iwes. Daniel is in 1997 op de boerderij komen wonen, die toen nog onder leiding stond van Corrie Kersten. Ja, van Corrie. Ook rijdt hij graag met zijn auto en brengt groenten weg voor de biologische winkel van Menno Koning. Voor Corrie denkt hij altijd en brengt bewoners van de boerderij daar waar ze moeten zijn. Uiteraard doet hij ook jaarlijks aan de reekse optocht mee en als waardering hiervoor ontvangt Daniel deze onderscheiding. En dan ga ik hem even pakken, want dan komt hij aan. Ja, en Annemiek, jij gaat ook een liedje zingen, hè? Ja, ik kan ook een liedje zingen. Welk liedje ga je zingen? Ik ga van Gerrie Cox. Het is weer voorbij die mooie zomer. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Die zomer die begon zo wat in mij. Ah, je dacht dat er geen eind aan kon komen. Maar goed weet ik, is die zomer al heel lang voorbij. Na 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 na. Nee, omdat je zo goed opgetreden hebt, krijg je zeker een medaille. Twee stuks. Ja, zeker. Alsjeblieft. Groot applaus. Groot applaus voor Annemiek. Wie is dat dan?
Dat is van K3. K3, hè? Ja. Nou, ik zou zeggen, zet de muziek maar in. Meesterboer! Heel goed gedaan, Anne. Hoe lang heb jij geoefend? Heel lang. En ook in december al begonnen of in januari? Ja, heel lang. Ik kan het al niet meer onthouden. Zo lang geleden. Peter is onderweg hier naartoe. Maar jij gaat een liedje doen van Frans Bauer, hè? Marielle, ga jij een liedje doen van Frans Bauer? Ja! Heb je eten voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij. Heb je eten voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op die zoen. Kom vanavond bij mij. En precies in de maat allemaal. Ik vond het geweldig. Zeker. Omdat je het zo goed hebt gedaan. Dan komt de eerste. En nog één. Heel goed gedaan, heel goed gedaan. Ja, en daar ben ik nou echt gruwelijk trots op. En voor het volgende optreden wil ik naar voren hebben Conchita. Hey, welk liedje ga je doen? Ushuaia. Kijk, en dat is van? Van K3. Kijk. Nou, laten we maar meteen starten. Zet de muziek maar in. Ushuaia, wow. Ushuaia, ey, ey. Ushuaia, oh, oh. Ushuaia, ey, ey, Ushuaia, oh, oh.
Ushuaia, eh, Ushuaia, oh, oh. Ushuaia, eh, Ushuaia, oh, oh. La, la, la. Heel goed gedaan. Super knap. Ja, en daarvoor krijg jij onderscheidingen. Zeker. Heel goed gedaan. En dan... En hebben jullie ook allemaal gezien dat de burgemeester in de zaal is? Achterin staat hij. En wat de burgemeester heel erg leuk vindt, is als hij met iedereen op de foto mag. Dus ik straks allemaal dadelijk, nadat de optredens afgelopen zijn, dan moeten jullie naar de burgemeester gaan. En dan wil hij heel graag met jullie allemaal op de foto. Het is echt een fervent carnavalsvierder. En ze is altijd aanwezig bij diverse activiteiten. En daarom, voor dit feestbeest en echte carnavalsvierder, hebben wij een onderscheiding. Anne-Sophie, jij krijgt van ons de Orde van het Moesland, want die heb jij dik verdiend. Een heel mooi optreden, een heel mooi lied. Want ik zag wel, je hebt er heel lang geoefend. Heel goed gedaan. Wat een geweldige meiden. Jullie mogen ook nog iets naar voren. We staan al vrij voor even aan, maar jullie mogen nog verder naar voren. En ik ben natuurlijk ook heel trots op deze groep. De Mek. En de is van? Weet je dat? Ja, die twee mannen. De gebroeders. De gebroeders Co. Ja, die zijn het. We gaan meteen beginnen. Burger hier, overal in de tentjes. Zoem ik met ze mee. In de tentjes, zoem ik met ze mee. Hoe wagen ze mij? Ja zeker. In de tentjes, zoem ik met ze mee. Zoem ik met ze mee. Zoem ik met ze mee. In de tentjes, zoem ik met ze mee. Waar de trots ze mij, ja zeker. Heel goed. Dat is de eerste. Ja, er komt er nog één.
Maar mijn complimenten zeker voor deze kleine man, Maarten. En ik wil een heel groot applaus voor Maarten Hendricks. Ja, ook bij de eerste gedeelte van het programma natuurlijk. De jeugdcarnaval was weer heel leuk. En die zeiden, mogen wij volgend jaar weer terugkomen? Nou, ik weet wel zeker dat ze terug mogen komen. Ze moeten terugkomen. Nou, en natuurlijk ook die beide hofkapellen. Geweldig wat ze voor muziek maken. Ze houden zich niet altijd aan de tijd, maar dat maakt niet uit. Dat maakt helemaal niet uit. Lopen een kwartiertje uit en het gaat helemaal niet erg. Hartelijk dank, hofkapellen. Prins Bart en Prins Mark. Jullie als presentator hebben het heel goed gedaan. Complimenten. Dus dankjewel voor deze hele leuke middag. Nog een groot applaus voor de beide stichtingen. En een afmaak.